Ik ben hier in gesprek met Rob Temme, verkeersplanoloog van de afdeling Mobiliteit en Milieu hier van de gemeente Breda. Je hebt meegeschreven aan de structuurvisie 2030, ja. Waarin ook de mobiliteitsaanpak Breda voorkomt. Kun je daar wat meer over vertellen in het algemeen? De mobiliteitsaanpak Breda is op zich best uniek. Veel gemeentes hebben een eigen verkeersplan, dus vaak een sectoraal plan. Dat hebben wij losgelaten en wij hebben onze verkeersopgave, onze bereikbaarheidsopgave gekoppeld aan onze ruimtelijke opgave. Dus ons verkeersplan zit nu gebakken in de structuurvisie. Oké. Als we kijken naar mobiliteit, we horen toch heel vaak dat het gaat om de bereikbaarheid van de binnenstad. Ligt daar het grootste zorgpunt voor Breda, de binnenstad qua bereik? Of zijn het ook de toegangswegen vanaf de snelweg of de snelwegen zelf die om onze stad liggen? Kijk, Breda heeft op zich wel een probleem, maar dat is maar op een uur per dag. Ochtendspits, avondspits staat vast. Soms daarbuiten nog, maar buiten de spitsperiodes kun je gewoon prima rijden in Breda. Onze grootste uitdaging is eigenlijk met name voor Breda de aantakking van de ruit van Breda, dus de snelwegen, de stad in en uit. Omdat op snelwegen het verkeer nog sneller groeit dan we ooit hadden gedacht. Grote werken daarin nog jarenlang lopen. De A27 wordt pas opengesteld in 2027, gewoon gisteren. Dus eigenlijk onze grootste uitdaging, hoe houden wij de stad van buiten goed bereikbaar? Ja. En dan komt natuurlijk de Noordelijke Rondweg, komt meteen om de hoek kijken, Zuidelijke Rondweg. Van hoe kan dat als nou als verdeelas goed de belangrijkste functies in de stad bereikbaar houden? Ja, we zien de verschillende politieke partijen daar verschillende meningen over hebben. De een die pleit voor een transferium, de ander zou misschien wel een soort van monorail willen zien. Of een tal van initiatieven worden genoemd. We kijken naar alles, alleen het eerste punt wat je aanhaalde, de transferia. Dat popt daar vaak op weer, maar dat is wel een lastige. Transferia in Breda, dat zou alleen maar werken als wij parkeerplaatsen in de binnenstad gaan ontmantelen. Ja. En daarmee een tekort gaan creëren, waardoor mensen vanuit simpele redenering, als ik aan de rand parkeer, ben ik er sneller dan ik een plaatsje ga zoeken. Ja. Eigenlijk op een deel van Den Bosch. Daar hebben ze 3000 parkeerplaatsen aan de rand liggen en 6000 in de binnenstad. En daar hebben we ook 9000 parkeerplaatsen. Allemaal in de binnenstad. Ja. Dus dat is een heel lastig. Daar moet je ook als bestuurder keuzes durven maken als je dat wilt. Dan moet je ook gaan sleutelen aan de parkeercapaciteit in de binnenstad. Ja. Tim van het Hof van D66 gaf aan dat er een masterplan moet komen, een masterplan mobiliteit. Omdat hij zegt, er wordt over heel veel thema's voor een hele lange periode wordt dat vastgezet of daar wordt over nagedacht. De mobiliteit wat minder was zijn standpunt. Ben je daarmee eens? We hebben natuurlijk de koepel, dat is de map, de structuurvisie. En daaronder hebben we allerlei deelplannen. We hebben een deelplan Smart Mobility, hoe we slimmer kunnen omgaan met bereikbaarheid. We hebben een deelplan Duurzame Mobiliteit, waarin we het koppelen aan onze klimaatopgave en aan CO2. We hebben een fietsplan, een parkeerplan. We doen heel veel samen met de provincie en met het Rijk. Dus we trekken samen op met andere partijen. Omdat we niet meer alleen aan de lat staan om de stad bereikbaar te houden. Ja. Juist de werkgevers hebben een sleutel in handen om iets aan die spits te kunnen doen. Ja. En daar zijn we mee in gesprek. En dus we zijn op allerlei vlakken bezig om trajecten uit te zetten en in investeringsprogramma's aan te gaan zetten. Ja. Om de map te vertalen naar wat op straat gebeurt. En dan heb je het over veel miljoenen. Dus we zijn al best wel veel bezig. Maar het kan best zijn dat wij het niet genoeg vertellen. Ga je wel eens in gesprek met de fractievoorzitters en politici hier in de Bredaanse politiek? We komen ze tegen en dan vindt er wel eens een gesprek plaats. Ja. Tegenover mij zit Marijn Schijvers van GroenLinks, woordvoerder mobiliteit. De auto of het openbaar vervoer, welke heeft dan jouw keuze? Een moeilijke keuze. Ik denk als je geoptimaliseerd openbaar vervoer hebt, dus echt goed openbaar vervoer, bijvoorbeeld van Breda naar Utrecht, een hyperloop of zo, dat je daar binnen 10 minuten bent, ik kies voor het openbaar vervoer. Als we kijken naar de gemeente Breda, die hebben een tijd geleden structuurvisie 2030 opgesteld. Die staat onder meer dat singles aan het dichtslippen zijn en dat we met z'n allen heel goed moeten kijken naar dit thema. Wat is jouw inziens in die structuurvisie een heel goed punt? Kijk, als wij willen dat Breda bereikbaar blijft, dan moeten we keuzes maken. Als je kijkt rondom de singles, daar is gewoon geen ruimte om bredere wegen aan te leggen. Dus moet je zorgen dat mensen alternatieve manieren van vervoer kiezen. Dus dat mensen niet meer in die auto stappen, maar ook op de fiets en ook op de met het OV of te voet naar het centrum komen. Dat wil niet zeggen dat we niks voor de auto moeten doen, maar moeten we ons vooral inzetten op andere vormen van mobiliteit. En daarnaast kunnen we natuurlijk ook nog inzetten op bijvoorbeeld een deelauto of deelfietsensystemen in Breda. Is de mobiliteitsbehoefte ook
aan het veranderen op dit moment in Breda? Nou ja, waar wij ons voor GroenLinks altijd hard voor maken. Kijk, de fietsers zijn altijd de kwetsbare deelnemer. Ja. En ook de voetganger. En wat wij vinden is dat je eigenlijk moet zorgen dat het zo makkelijk mogelijk wordt en zo veilig mogelijk wordt om naar de stad te komen, maar ook naar je sportschool of naar je school of naar de sportvereniging of naar je werk. Ja. Het is gewoon dat je op een veilige manier op de fiets op je plek kan komen of te voet. Zijn er dan nog knelpunten of mobiliteitspunten waarvan je zegt die mogen wel aangepakt worden? Nou ja, een van de voorbeelden, als ik hier 's ochtends in de stad tussen 10 en 11 kom, dan staat het hier vol met vrachtwagens. Je kan dan nog op de fiets naar het station, maar je slingert er tussendoor. Ja, wat ons betreft kan dat anders. We kunnen er ook voor kiezen om aan de rand van de stad een distributieplaats te maken en dan met kleine elektrische wagens naar het centrum toe, die dan de bevoorrading doet. Zijn er nog andere dingen die GroenLinks heel graag zou willen zien om mobiliteit in Breda te optimaliseren? In Breda zijn we heel actief bezig bijvoorbeeld om de beste binnenstad te worden. Ja. Zet de gemeente volop in. Wat je ziet, dat het ook een beste stad moet zijn voor mensen bijvoorbeeld die niet goed in been zijn. Bijvoorbeeld als je kijkt in een modestraat, daar hebben we paaltjes geplaatst op de stoep. Nou, loop jij in een rolstoel of loop je met je kinderwagen, dan moet je naar de straat toe, waar dus ook weer de auto's en de fietsers rijden, om ergens te komen. Dus wat mij betreft moeten we in Breda ook gewoon inzetten op veilige routes. Ook voor mensen waar het iets moeilijker is. Goed toegankelijk voor iedereen. Dat is belangrijk. Door technologische ontwikkelingen veranderen dingen sneller dan we ooit gedacht hadden. En het is ook zelfs de vraag of de groei die we nu zien van autoverkeer of van mobiliteit in de breedte van verplaatsingen van mensen, of er juist minder of meer wordt. Ja. De verwachting is meer. Ook een zelfrijdende auto, of nou elektrisch is of niet, zorgt ervoor dat mobiliteit van mensen bereikbaarder wordt, tot goedkoper. De verwachting is ook dat de gemiddelde autobezetting nu is 1,2 in de spits. Er zitten 1,2 mensen in een auto. Dat stel in 2050 alles zelfrijdend wordt, dan gaat die fors omlaag. Dan zit je op 0,8. Dan rijden ook auto's leeg van klant naar klant. En omdat er altijd aanbod is, rijdt er ook overal verkeer. Ja. Nu kun je het verkeer bundelen op twee assen, noordelijke rondweg en zuidelijke rondweg. Maar dan rijdt er overal verkeer in de stad. Dus we krijgen een andere opgave. Ja. Technologische ontwikkeling, zeg je, is dus hierin een uitdaging, omdat je kunt niet de toekomst voorspellen, we weten niet wat we gaan doen. Nou, we zien wel wat contouren ontstaan. Het laatste rapport van het KIM, het Kennisinstituut voor Mobiliteit, laat zien dat de vertraging in de komende 4 jaar met 30% zal toenemen. De opgave die daarmee samenhangt is de opkomst van de e-bike. Ja. Het is in onze ogen een van de meest efficiënte vervangers voor een autoverplaatsing. Het gaat met name om de relaties van buiten de stad in. Okay. Stel iets goed van Etteleur, die stopt nou eigenlijk op de Lunetstraat. Die gaan we nu doortrekken via de Hoge Brug naar de Rijkenstraat toe. Ja. Vanaf de Bosstraat gaan we via de Ignatiusstraat de stad uit met een nieuwe snelfietsroute. Maar het zijn grote ingrepen. En die moet je doen om die snelfiets te kunnen bedienen zonder dat je het bij andere partijen tegen de schenen schopt. Ja. Zijn er nog andere innovatieve oplossingen waarvan je zegt, goh, die heb ik nu voorbij zien komen ergens in een andere stad of een ander gebied? Waar ik toch wel met een schuin oog naar kijken, omdat dat voor Breda best wel interessant zou kunnen zijn. Nou, we zijn zelfs bezig nu met een paar experimenten. Bijvoorbeeld, Breda gaat nieuwe verkeerslichten plaatsen. Er zijn slimme verkeerslichten. En die data uit die verkeerslichten gaan we nu koppelen met de fiets. Oké. Dus het is de bedoeling dat volgend jaar je minder vaak hoeft te stoppen bij een verkeerslicht. Dat je als fietser een melding krijgt van we hebben je gezien. En als je nu doorgaat daarop, dan krijg je groen bij het volgende verkeerslicht. Oké. Er is een partij in Breda die iets wil doen met zelfrijdende auto's. Daar zijn we aan het kijken hoe we dat kunnen faciliteren in termen van wetgeving, want dat is natuurlijk een lastige. We zijn heel erg bezig met productmarketing, want bereikbaarheid is gewoon een product, dat moet je verkopen. Dus daar zijn we nu mee aan het experimenteren op basis van leefstijlen, dat is best uniek. We zijn nu op allerlei manieren aan het kijken hoe we nu op een slimmere manier kunnen omgaan met stedelijke bereikbaarheid. Maar terecht zeg je, het is meer dan alleen infrastructuur. Ja. Het is met name mensen verleiden en dat kun je op verschillende manieren doen. De singelring in Breda is eigenlijk de draaischijf van de interne autoritten. Je kunt gewoon dwars door de stad via de singelring van noordoost naar zuidwest. Okay. Dat zijn ritten die je ook zou kunnen fietsen of zou kunnen lopen. En waarom worden die dan vooral met de auto afgelegd? Omdat het kan. Omdat het kan? Ja, het kan. De route is er. Je kunt hem gewoon gebruiken. Wat we nu wel aan het doen zijn, dat heet dan bundelen en ontvlechten. Dat staat ook in de map, in de mobiliteitsaanpak Breda. We gaan de noordelijke rondweg extra bedienen. Zuidelijke rondweg gaan we fors in investeren.
in de Beverweg, Kruis-Prinsenlaan. Dus de wegen die wij bedoeld hebben voor die ritten, die gaan we beter uitrusten. Ja. En het onderliggend netwerk gaan we wat meer knijpen om meer mensen te sturen naar de hoofdwegen. En minder verkeer eigenlijk via de singles te laten rijden. Ja. Het openbaar vervoer, is dat in Breda een wezenlijk alternatief voor de auto of de fiets? Het bedrijf 220 miljoen verplaatsingen per jaar. En slechts 3% van die verplaatsingen vindt met de bus plaats. We zien op drukke lijnen dat de bus best goed wordt gebruikt. Dus van buiten de stad naar het station toe. Maar tussen wijken zijn de grote bussen toch vaak leeg. Ja. Omdat het met name aanbod gestuurd is. De rijdt van bushalte naar bushalte. En niet van vraag. Dus wij nu aan het kijken hoe we voor de komende jaren een systeem kunnen gaan opbouwen dat juist vanuit die vraagkant mensen gaat vervoeren. Ja. Dus op alle vlakken hebben we uitdagingen waar we nu volop mee bezig zijn. Dat zijn heel, heel wat vragen waar je antwoord op. We hebben werk genoeg voor de komende jaren. Ja. Ik zit hier met Rick Sagers, raadslid voor de VVD. Kijkend naar de bereikbaarheid, in dit geval van het centrum van de stad, maar ook gewoon de stad in zijn geheel, het havengebied misschien. Welke investeringen moeten er gedaan worden? Ik denk dat het vooral belangrijk is dat als we buiten Breda beginnen, is dat de vier snelwegen waar Breda liggen, die lopen heel vaak vast. Kijk bijvoorbeeld naar Hooipolder. Het staat vaker wel in de file dan niet. Hmm. Dus dat zijn dingen die echt moeten worden aangepakt, maar dat gebeurt in Den Haag. Als we kijken naar Breda is bijvoorbeeld het ongelijks voorleggen van een noordelijke rondweg een optie. Dus dat auto's zonder dat ze hoeven te stoppen gewoon meteen van de ene kant naar de andere kant kunnen rijden. We hebben het ook gezien bij het gedeelte bij Teteringen. Auto's kunnen daar gewoon doorrijden. En het zou heel mooi zijn als we dat ook verder kunnen uitbreiden. Dat de auto's gewoon snel doorheen kunnen rijden, minder stilstaan, dus ook minder files krijgen. Ja, ik hoor nu wel vooral meer asfalt leggen. Zijn er ook nog andere alternatieven? Nou, meer asfalt is ook wel slimmer asfalt. Hè? Dus als je bijvoorbeeld gaat spelen met groene stroken van stoplichten, dan kan je heel veel oplossen. Maar asfalt is natuurlijk ook fietspaden aanleggen. Hè? Dus we gaan bijvoorbeeld met Tilburg samenwerken om een snel fietspad aan te leggen. Het zijn allemaal mogelijkheden of allemaal dingen die we doen om vooral het vervoer dat we op dit moment hebben zo snel mogelijk van A naar B naar te krijgen. Ja, maar dan heb je het vooral nu over fietsvervoer en autovervoer. Maar ik hoor niks over bijvoorbeeld treinen. Ja, nou kijk, treinen en ook bussen, daar gaan wij als Breda niet over. Wel zijn wij nog steeds voorstander van een directe treinverbinding van Breda naar Utrecht. Hè? Eentje die we op dit moment nog steeds missen. En als het gaat om bussen, gaat de provincie over, dus ze kunnen heel veel van willen, maar op dit moment kunnen we niet heel veel van zeggen. Nee, maar toch kan de gemeente denk ik wel een aantal doelen stellen of een aantal investeringen willen doen om dat misschien te stimuleren. Ja, we hebben natuurlijk een prachtig mooie busterminal nu. Met de bussen kan je eigenlijk bijna overal in Breda komen en dat werkt hartstikke goed, maar toch zijn nog steeds denk ik de meeste mensen die gewoon met een auto naar A en B willen, naar het werk of boodschappen gaan doen. En we zien gewoon dat vooral de auto op dit moment in de file staat. Dus dat is ook waar we op dit moment onze aandacht vooral naartoe moeten richten. Om de singles beter begaanbaar te blijven, moeten we dat dan wat meer autovrij maken? Of? Nee, ik denk niet dat de oplossing is. Want uiteindelijk, die mensen die over de singles rijden, die komen bijvoorbeeld ook hier in de binnenstad om geld uit te geven, om dingen te kopen. Of van onze prachtige stad te genieten. Dus ik denk dat het niet oplost om dan te zeggen, beste mensen, kom alsjeblieft vanuit Etten-Leur, Roosendaal of Tilburg met je fietsen naar onze prachtige stad. Nee. En de transferering buiten de stad is ook geen goede oplossing om de stad te ontsluiten. Ik denk niet dat je het probleem daarmee oplost. Zijn er andere steden als voorbeeld waarvan je zegt, nou daar gaat het heel goed? Dat kunnen we nog misschien wel in Breda toepassen? Ja, ik denk dat de bereikbaarheid van steden overal in Nederland wel een probleem is. Ik kan wel kijken hoe we bijvoorbeeld niet moeten doen. Bijvoorbeeld in Rotterdam, daar hebben ze zo'n milieuzone ingericht. Waardoor je gewoon als je droog naar je werk wilt en je werkt in de stad, dan mag je niet meer met de auto. Dan moet je maar in de regen gaan fietsen. Dat zijn dingen die we zeker niet op moeten in Breda. Zijn er een aantal innovaties waarvan je zegt, hey, die zijn heel interessant en kunnen misschien nog wel op Breda toegepast worden? Ja, dan heb je het denk ik vooral over die zelfrijdende auto. Dat is denk ik echt een innovatie die zowel in Breda, maar overal in Nederland en in de wereld heel groot verschil gaat maken. Ja, en hoe kan dat dan het verschil maken? Nou, het verschil kan je maken door bijvoorbeeld de reistijd te verkorten, omdat auto's dus minder vaak hoeven te remmen, stil hoeven te staan, omdat auto's eigenlijk gewoon langs elkaar kunnen rijden. Ook korter op elkaar kunnen rijden, waardoor je dus met meer auto's op hetzelfde wegdek kan. Ik denk dat dat voor heel veel mensen een wereld van verschil gaat maken. Oké. Zijn er nu punten op de mobiliteitsagenda waarvan je zegt van nou dat, of gebiedsontwikkelingen, sorry, waarvan je zegt van nou die vormen nog wel een uitdaging voor het mobiliteitsplan straks in Breda? Het havenkwartier, waar ik al aangaf, het CSM-terrein en Markoevers, we ontwikkelen daar aan de Belkrenweg. Mm-hmm. Dat is een hele drukke weg.
is alleen maar drukker geworden afgelopen jaar. Daar rijden 20.000 auto's per etmaal. Dat is net zoveel dan één rijstrook op de A58 tijdens de spits. En die komt uit op onze drukste as, de Noordelijke Rondweg, waar 40.000 auto's per etmaal rijden. We gaan het nu bereikbaar houden voor de komende 10 jaar. En parallel daaraan gaan we kijken of we een nieuwe weg kunnen ontwikkelen over het CSM-terrein die de functie van de Belkom zou kunnen overnemen op termijn. Kijk. Nou, dat is echt een gevecht en stoeien en zoeken naar een balans tussen bereikbaarheid, hè, want de Belkom zou wat moeten afnemen in de gebruik. Ja. Maar goed, het is ook een belangrijke voeding voor de binnenstad. Ja. Daar hangt weer een economische waarde vast en het station. Dus daar gaan we op zoek naar een balans van wat zou de nieuwe weg moeten doen en wat zou Belkom nog kunnen doen naar de toekomst toe. Dit is één van de uitdagingen die jullie hebben. Zijn er nog andere uitdagingen waarvan je zegt, nee, vind ik interessant om aan te stippen? Zuidelijke Rondweg, vaart in Maastraat, dan stad uit. Mm-hmm. 'S ochtends en 's avonds is daar gewoon killing. Ja. We hebben toevallig net een inspraakavond gehad om daar iets te gaan doen. In het algemeen kunnen we zeggen dat de mobiliteitsaanpak een bepaalde kant op gestuurd moet worden? Of zijn de pilaren die we nu die je benoemd hebt, dus kijken naar innovatie, kijken naar hoe kunnen we mensen sturen, dus gedrag, zijn die het belangrijkste? Het is een mix. En die mix is afhankelijk van hoe de samenleving op dat moment is. Het casco staat nog steeds. Het bundelen en ontvlechten, het bedienen op twee assen. Noordelijk Rondweg, Zuidelijk Rondweg, dat blijft staan. En per collegeperiode kun je een accent leggen. Ja. Maar wel steeds weer binnen het grote centrale verhaal. Ja, het vak is, we hebben natuurlijk 16 miljoen verkeerskundigen in Nederland. Ja, net als 16 miljoen coaches. Hè? En daar hebben we mee te maken. Ja. Ja.